Bluegrass uit het heel hoge noorden. Dit was een tweetalig nummertje. De eerste taal zal u waarschijnlijk wel hebben geraden. Dat was het Engels. Maar er zat ook een stuk in het Sami in. De taal van de Laplanders, zeg maar, in het heel hoge noorden. Dus ik denk dat dit de meest noordelijke bluegrass is die er mogelijk kan bestaan op deze planeet. Goed, welkom bij Babylonia. Het is alweer even geleden, een dikke maand, want de vorige keer hebben wij geen uitzending gehad. Is er trouwens vandaag niet aanwezig. Die moest ergens anders naartoe. Maar ik heb nog wel op het laatste nippertje nog een gast gevonden om te interviewen vandaag, want er is blijkbaar een congres dat morgen begint, een congres van een week lang, over spoorwegen. En de link met de taal is dat het van Esperantisten uitgaat, want er is blijkbaar een specifieke Esperanto-spoorwegenvereniging. Dat vond ik toch wel een heel interessante niche om het eens over te hebben. En ik heb dan met iemand gesproken van de organisatie daar. Voordat we daarmee beginnen, even kijken dat ik de juiste hier... Een liedje over spoorwegen in het Esperanto dan nog wel. Ik heb dus bij mij Yves Nevelsteen, want vandaag gaat er een congres van start, het IFEF-congres. En Yves Nevelsteen is een van de organisatoren daarvan. Dus misschien bij deze eerst al even Yves welkom heten. Hallo, welkom bij Babylonia. Het IFEF-congres, wat is dat? IFEF is de Internationale Federatie van Spoorwegpersoneel in het Nederlands. In het Esperanto is dat Internacia Fervojista Esperanto Federatio. Aha, dat is wel een belangrijk punt. Het is een Esperanto-organisatie. Het is inderdaad een Esperanto-organisatie. Die is opgericht in 1948 al. Dat is eigenlijk een federatie die de nationale Esperanto-verenigingen van spoorwegpersoneel vertegenwoordigen. Vroeger waren er heel veel Esperantisten die bij de spoorwegen werkten. Ja. En waren er actieve groepen van in vele landen van Esperantisten. Ja, ja, ja. Nu, dat is ook wel een heel specifieke organisatie, want het is niet zomaar een Esperanto-organisatie, het is echt heel specifiek van spoorwegpersoneel. Dat misschien klopt. Misschien is dat nu niet meer zo een groot ding, maar dat moet dan toch ooit wel een groot ding zijn geweest, dat er echt een internationale organisatie voor... Ja, absoluut. Het congres dat nu in Antwerpen start, is het 74ste congres. Dus elk jaar wordt er een congres georganiseerd. En dat wordt elk jaar in een ander land ook georganiseerd. En die vereniging heeft ook een eigen maandblad en een hele structuur. En ik moet toegeven dat dat nu allemaal kleinschaliger is dan vroeger. Maar vroeger kwamen er honderden en honderden mensen naar die bijeenkomst. Nu, zo heel kleinschalig is het toch ook niet, want het congres in Antwerpen komt toch ook wel een honderdtal mensen van over heel Europa naartoe. Dus dat is toch nog altijd... Het is niet volledig verdwenen, ik zal het zo zeggen. Nee, inderdaad. Waar is het vorig jaar dan doorgegaan? Of de vorige keer? Want het is een internationaal... Ja, vorig jaar was het in Beroun. Ik denk dat ik het juist uitspreek. In Tsjechië. En het jaar daarvoor was het online, hè, in de coronatijd. Het zou normaal een congres zijn geweest op de grens tussen Polen en Duitsland toen. Mm-hmm. In Frankfurt aan de Oder. Bereikbaar met het spoor. Allemaal bereikbaar met het spoor, uiteraard. Dat is een zeer belangrijk criterium te bepalen waar een congres kan doorgaan. Maar het is dus begonnen in 1948. Is dat toevallig dat zo kort na de Tweede Wereldoorlog is begonnen? Heeft dat daar een rol in gespeeld? Goh, ik denk dat toen heel alles qua infrastructuur terug werd gebouwd en dat massaal werd geïnvesteerd ook in het spoor en dat vandaar ook logisch is dat op dat ogenblik een internationale federatie van spoorwegpersoneel werd opgericht. Er was ook heel veel hoop na de oorlog dat er terug internationale samenwerking zou mogelijk zijn. Ja. En de link tussen spoor, treinverkeer, openbaar vervoer en dan de taal Esperanto,
Dat zal voor veel mensen misschien niet direct duidelijk zijn. Wat is daar de insteek dan van? Ja, het is zo. Als je in Antwerpen de trein neemt, 2 uur later ben je in Frankrijk, in Franstalig gebied, of in Keulen, Duits gebied, mm-hmm. of op een paar uur sta je in Engeland. Dus ja, die andere talen, dat is gewoon een realiteit, zeker in Europa. Ik weet niet of dat tegenwoordig nog zo is, maar in der tijd mochten mensen die bij de spoorwegen werkten, mochten gratis reizen in heel Europa met de trein. Ik denk dat nog steeds het geval is, ja. Dat zou kunnen, ja. Maar het was wel een opportuniteit om zo heel veel collega's in het buitenland te ontmoeten en om van mens tot mens met elkaar te spreken op gelijke voet. Ja, dat is het idee van het Esperanto. Het spoorwegpersoneel, dat waren echte wereldburgers. Ja, want als je vroeger naar Tsjechië ging of naar Italië, ja, met Engels kwam je niet ver, hè. Nee, misschien al iets verder, nog altijd niet zo heel superver, maar toch wel iets verder. Ja, ja. Maar in de tijd totaal niet. Hè. Dus je had die gemeenschappelijke taal echt wel nodig. Mm-hmm. Ja. Oké. Okay. Bestaat dat ook buiten Europa? Of is dat echt iets Europees dan? Want er wordt nog. Nee, dat is een internationale federatie van spoorwegpersoneel. Mm-hmm. De vereniging is hoofdzakelijk actief in Europa. Ja, ja. Vooral, denk ik, momenteel in Tsjechië, Roemenië en Italië, maar niet exclusief. Nee, ook in Duitsland. Aha. Dus ik moet zeggen, in Duitsland is het heel belangrijk. Er zijn dus nationale verenigingen en er is een maandblad van IFEF, maar bijvoorbeeld de Duitse vereniging heeft nog eens een apart eigen maandblad ook. Die zijn dus groot genoeg om het... Die zijn blijkbaar groot genoeg om daar nog eens apart... En de Tsjechen hebben ook een eigen maandblad. Is er een reden waarom dat die 3 of 4 landen dan zo specifiek blijkbaar heel actief zijn? Of? Nee, dat heeft meestal te maken met 1 of 2 individuen die er volledig voor gaan en die er echt heel aan de kart trekken. En dat is dikwijls het geval, natuurlijk. Dat is vaak met van die dingen. De karttrekkers, ja. Ja, als je die hebt in een bepaald land, dan blijft dat allemaal bestaan. Hè. Ja. Mm-hmm. En blijkbaar zijn er dan mensen die dan ook hier aan de kart trekken om hier een congres te organiseren. Waaronder jijzelf dan. Ja, nu, het is niet de eerste keer dat het in België doorgaat. Maar dan moet ik even spieken in het boek. Aha. In het congresboek. Ja, als er al 75 congressen zijn geweest, dan zal er inderdaad... Het is de derde keer dat het nu in België doorgaat. Het begint een traditie te worden. Als het ware. Ja, België heeft echt wel een belangrijke rol gespeeld in de geschiedenis. Ja, België is natuurlijk een heel belangrijk land qua spoorwegen op zich, hè. Eerste spoorwegen van het vasteland hier. Het is dat. Blijkbaar was het eerste IFEF-congres in België in 1964 in Brussel. En het tweede in 1983 in Oostende. Dus nu is het dus dit jaar in Antwerpen. 83, dat is toch ook al wel 40 jaar geleden dan? Absoluut. Maar dat is echt een ware traditie. Van, Er zijn niet meer zo... Allee, als ik eerlijk ben, er zijn niet meer zoveel spoorweglui die ook actief Esperantist zijn. Dat is nogal een moeilijke combinatie. Hè? Ja, inderdaad. Want geworden, zal ik zeggen. Esperanto is al iets vrij specifiek en dat je dan ook nog toevallig bij de spoorwegen werkt, dan moet dat lukken. Hè? Dat is inderdaad, als je zo'n specifieke organisatie hebt, dan moet je natuurlijk ook wel... Volk gaat en volk moet ook komen. Maar dus... Ja, maar dat gaat dus met golven in bepaalde landen. Hè. De meest actieve landen van IFEF, ja, dat zijn natuurlijk ook wel landen met met belangrijke spoorwegnetwerken. Hè. Mm-hmm. Ja. Nu, om naar terug te komen op die verbinding zeg maar, tussen Esperanto en de spoorwegen, want de slogan van de organisatie... vond ik ook wel interessant. Wat was die nu weer juist? De slogan in het Esperanto is La reloj ligas la landoin, Esperanto la popoloin. Dus de sporen verbinden de landen, Esperanto de volkeren. Ja, ja.
Dat klinkt eigenlijk wel zoiets als de, zo typisch voor net na de Tweede Wereldoorlog, zo dat optimisme van toen en van ja. De toekomst van het Verenigde Europa en zo. Maar dat optimisme van toen hebben we eigenlijk nu meer dan ooit nodig terug. Hè? Ja, dat is het. Hè? Het kapitalisme en het individualisme hebben we niet zozeer meer nodig, denk ik. En de nieuwe hoop voor de toekomst. De oorlogen en zo. En de verbinding met elkaar, dat hebben we meer nodig. Ja, inderdaad. Goed, even een streepje muziek nu. Wat dat van daarstraks betreft, dat was ik nog even vergeten te melden. Dat was de band Dolchamar en de titel van dat nummer heet Treinenien, de trein naar nergens. Ik ben even op zoek naar het volgende. En nog een andere band in het Esperanto die een heel album heeft gemaakt rond treinen is de Friese en Nederlandse band Kaito. Die hebben een repertoire in het Fries en in het Nederlands en ook één in Esperanto. En zij hebben een keer blijkbaar een heel album gemaakt rond treinen. En dit is één van de nummertjes daarvan. Zoef met die trein. Dit was dus Kaito. Kaito betekent trouwens, heb ik net even gecheckt, betekent vlieger. Dat is ook een vorm van transport, zal ik maar zeggen. Maar die hebben dus effectief een heel album gemaakt rond treinverkeer. Deel 2 van het gesprek met Yves Nevelsteen. En wat doet Yves dan vandaag met betrekking tot dat idee of die slogan, zeg maar? Waar houdt Yves zich mee bezig, behalve dan congressen organiseren? Yves is zeer actief rond het maken van databanken van vakwoorden rond spoorwegen. Daar is men al jaar en dag mee bezig. En Esperantisten hebben vaak heel veel contacten in verschillende landen. En dus het Esperanto is een van de talen, maar speelt ook vaak... De contacten van Esperantisten onderling speelt ook vaak een rol om iemand te vinden voor Tsjechisch, voor het Roemeens, voor Italiaans en voor andere talen. Die databank is niet alleen Esperanto. Nee, dat is dus een meertalige databank en dat zou van heel hoog niveau zijn en is zelfs betalend geworden. Aha. Ik weet niet exact hoe dat zit, maar ik weet wel dat Esperantisten op dat vlak wel een zeer belangrijke rol spelen. Dus ook die organisatie IFEF. Dus zij hebben eigenlijk een internationaal woordenboek, zeg maar, van spoorwegterminologie. Vakterminologie. Ja. En is dat dan beperkt tot spoorwegen? Want er is natuurlijk ook ander openbaar vervoer. IFEF houdt zich vooral bezig met alles wat treinen en trams te maken heeft. Ja. Aha, minder, minder bus en ook... Al wat op rails rijdt. Ja, ook geen... Geen fietsen en zo. Maar ja, tegenwoordig is het een beetje een dunne lijn soms. Omdat fietsen ook meegenomen worden op de trein. Hè. Dus dan interesseren ze zich natuurlijk ook weer voor fietsen op die manier. En bussen, ja, bussenlijnen. Dat wordt... Hè, er was bijvoorbeeld voor de verbinding van Hasselt naar Maastricht was er een tram voorzien. En dat is dan een soort... trambus of iets dergelijks geworden. Eigenlijk is het voorlopig een bus die misschien ooit een tram kan worden. Het is soms niet altijd zo. Daar moet men misschien een nieuw woord voor uitvinden om in de databank te steken dan. Ik denk zo, trambus, dat dat al bestaat of zo. Ja. Oké. Okay. Ja, wat ons dan eigenlijk een beetje zo in de 21ste eeuw brengt, want spoorwegen, hoe relevant is dat vandaag eigenlijk? Want de meeste mensen, als die op reis gaan of zo, dan nemen ze eerder de auto of het vliegtuig dan de trein. Ja, er is heel veel rond te doen. Europa wil nu vrij massaal investeren in... Of is vrij massaal aan het investeren in nieuwe spoorweginfrastructuur. Er zijn ook plannen voor nieuwe nachttreinen. Ja, omdat dat gewoon te vervuilend is, hè. Vliegtuigen is echt te vervuilend. Mm-hmm. En dat alternatief van het spoor is toch wel... Ja, als er fatsoenlijk in wordt geïnvesteerd, moet ik er wel bij zeggen, is toch wel volwaardig en toch wel
zinvol. Bijvoorbeeld als je naar, naar Polen wil gaan en je neemt... je moet eerst de trein nemen naar Charleroi. En daar moet je dan 4 uur wachten uiteindelijk om je vlucht te nemen. Ben je al heel lang onderweg. Je kan ook gewoon in Antwerpen de trein nemen naar Berlijn. En dan misschien een nachttrein naar Berlijn. Dat je uitgerust in Berlijn aankomt en dan daarna de dag daarna niet te stress verder van, de trein neemt rustig naar... naar Warschau, dat kan allemaal een mooi alternatief zijn. De tijd speelt daar natuurlijk ook wel een rol in. Ja, maar tijd op de trein is geen verloren tijd. Als je op de trein, zeker in Duitsland en zo, je zet je daar neer met je portable en je werkt gewoon verder op je mobiele kantoor. Hè? Ja. Je kan alles wat je tegenwoordig als je dat kan doen. Je job natuurlijk. Dus. Ja, maar het kan heel veel tegenwoordig wel mobiel. Ja. En dan vind ik de trein wel echt een prachtig alternatief. Veel relaxter. En wat is dan de rol van taal daarin? Van Esperanto in het bijzonder dan? Esperanto, algemeen... vroeger was bij de Esperantist het idee van... We moeten van dat Engels vanaf, want dat is geen goede oplossing voor internationale taal en dergelijke. Nu, Engels is meer en meer een feit. Hè, dat mensen... voor basiscommunicatie, bijvoorbeeld in Tsjechië een brood wil gaan halen bij de bakker, ja, in het Engels zal dat lukken, in het Esperanto niet. Hè? Nee. Te moeten eerlijk zijn. Ja, ja. Maar wat het Esperanto wel doet, is heel veel deuren openen, daar waar ze normaal gesloten blijven. Hè? Als ik ik zal een voorbeeld geven van Polen, naar Polen ga, naar Warschau, dan komt Erik mij daar persoonlijk afhalen aan de luchthaven. Ja, ik kan niet naar een Pool bellen die Engels spreekt en zeggen van, kom mij maar halen aan de luchthaven. Dus dat Esperanto is meer en meer een soort netwerk van mensen die openstaan voor andere mensen, andere talen, andere culturen. En je merkt dat heel sterk in alle contacten die je hebt. En daardoor gaan er heel veel deuren open. Ik weet nog goed dat ik met mijn vriend Lode naar Malta ging, naar een bijeenkomst van Esperantisten. En een van de... excursies was een bezoek aan het presidentieel paleis en daar heb ik persoonlijk de president van Malta een hand gegeven. Dat kan je allemaal niet zomaar bereiken zonder zoiets als Esperanto. Dus dat netwerk is, networking, om het in een mooi Engelse woord te zeggen, is echt wel heel belangrijk vandaag. En daar kan Esperanto soms verbazingwekkend goed helpen. En dat, we zeggen soms, ja, Esperanto is een hobby en zo, breekt niet op, maar... Ja, als je een sterk netwerk hebt en je geraakt binnen bij de Europese Unie en zo, dan kan dat toch wel financieel u geen windeieren leggen soms, denk ik. Ja, financieel, maar ik denk dan ook de kracht van netwerken. Je zit juist in de winst die je niet zomaar kan berekenen, natuurlijk. Ja, de menselijke verrijkingen, absoluut. Maar ik wou toch even de nadruk ook leggen van dat netwerk is echt heel belangrijk... En het is toch wel, zelfs in 2023, nog altijd heel zinvol om met Esperanto bezig te zijn. Het is heel niche, het is heel apart, heel weinig gekend, maar dat wil niet zeggen dat het geen waardevolle bezigheid kan zijn. Klopt. Nu, inderdaad, niches hebben meestal wel een aantal voordelen die de mainstream niet heeft. Onze radio draait volledig op niches allerhande, dus voilà. Maar ja, dat klopt inderdaad wel natuurlijk. Wat je daar zegt van... en dat gaat dan niet alleen over Esperanto, maar als je ergens op reis gaat en je hebt de moeite gedaan van de lokale taal te leren, opent ook deuren natuurlijk. En... Ja, ik spreek zelf Engels, Frans, Duits en Esperanto, dus voor mij is er niet echt direct een probleem of zo voor de communicatie, maar ik merk... Als ik met iemand van Slowakije of Tsjechië of andere landen spreek en we komen allebei los van onze moedertaal en we spreken op gelijk niveau met elkaar, dat toch iets extra heeft. Er zit een soort filosofie mee in die communicatie dat ervoor zorgt dat toch persoonlijker is of dat vlotter gaat dan met een andere taal. Nu hebben we het gehad over
spoorwegpersoneel, want de organisatie ging vooral uit van spoorwegpersoneel. Hoe zit het met de reizigers? Ja, IFEF richt zich tot... Ja, oorspronkelijk dus was het alleen spoorwegpersoneel en daarna is het dan uitgebreid naar liefhebbers van de spoorwegen. Zoals ik zelf ook grote voorstander ben van spoorwegen. Dus iedereen kan eigenlijk lid worden die interesse heeft en dan ontvang je tijdschrift en word je op de hoogte gehouden van de werking. Zij richten zich niet, bij mijn weten, tot de algemene reiziger of zo. Mm-hmm. Er zijn, bij mijn weten, alleen maar... Er is alleen activiteit naar Esperantisten toe en naar geïnteresseerden in openbaar vervoer. Maar het is niet dat ze flyers uitdelen in de trein om leden te werven of zo. Hè? Het is te niche om daarmee bezig te zijn, denk ik. Oké, ja, misschien na deze week is die niche iets groter geworden, wie weet. Trouwens, wat dat betreft, het is nu dus congres. Dat begint dit weekend. En wat staat er allemaal op de agenda voor dat congres? Wat is het programma? Wat houdt dat congres juist in? Er is een officiële opening zondagochtend. En daarop zijn een aantal hoogwaardigheidsbekleders uitgenodigd. Wij verwachten toch wel 120 à 150 mensen. Dus dat is toch wel een serieuze receptie, zal ik zeggen, te noemen. Daarna zijn er rondleidingen in de stad... met een gids. Er is ook de mogelijkheid om de boekendienst van de Vlaamse Esperantobond te bezoeken. Er is een Vlaamse avond met muziek van Vlaanderen en een presentatie over typische Vlaamse... een beetje over de geschiedenis van Vlaanderen en Antwerpen. Daar zou wel veel aandacht gaan naar het Centraal Station hier, neem ik aan. Ja, absoluut. Dat staat zelfs op de affiche in het groot. Ja, het is ook onze spoorwegkathedraal, die kan niet ontbreken. Mm-hmm. Dat is een feit. We hebben dan ook conversatiecursus. Veel vakvergaderingen. Hè? Dus, het is echt een vakcongres van geïnteresseerden in de spoorwegen. Ja. En voor de leden. Dus... Aha. En dan zijn er ook uitstappen, bijvoorbeeld... Naar het Centraal Station? Er wordt uitleg, dus zondag namiddag is er een architecte die echt komt vertellen over de geschiedenis van het Centraal Station, van het architecturaal oogpunt. En er is een historicus die een tweede rondleiding doet om het vanuit de blik van een historicus te bekijken. Mm-hmm. En we gaan ook naar Train World. Ja, dat kan natuurlijk ook niet ontbreken. Uiteraard, ja. En er is een dagexcursie naar het Stoommuseum in Maldegem. Dat kan ook niet ontbreken in Vlaanderen, ook zeer gekend. En we gaan ook de haven bezoeken in Antwerpen. Dat is voor buitenlanders ook wel een zeer belangrijke... Ja, en natuurlijk een groot trein, goederenverkeer... Goederenverkeer en... Draait natuurlijk ook wel alles. Een stuk door die haven. Ja. En dat is allemaal in Esperanto dan? Ja, het is heel mooi. Ik heb zelf meegewerkt aan de algemene programma, aan de algemene brochure van het programma. Maar dus de Club van Brussel, het is een aparte Esperanto-club in Brussel, heeft een brochure gemaakt over Trainworld, helemaal in het Esperanto, de geschiedenis, alles met kleurtjes en prachtig gedaan. En daarnaast is er iemand van Maldegem, die daar ook echt woont, in de buurt, heeft dan een zeer uitgebreid document gemaakt in het Esperanto over met de geschiedenis van dat stoommuseum in die regio. En, het is mooi om te zien hoeveel enthousiasme en vakkennis en zo dat wel is onder de mensen. Ja. En is... misschien ook om zeggen dat er is dus het hoofd congres deze week, en er is in Vlaanderen, en we gaan dan met Train World in Brussel, maar er is ook een postcongresso, een nacongres in Wallonië. Aha, dat is ook over treinen. Interessant, ja. Ook. Dus, maar dat is dan vooral toeristisch, maar toch, dat is ook...
Ja, het was mij eigenlijk al eerder opgevallen dat die Esperanto-beweging blijkbaar in Oost-Europa toch wel veel sterker staat dan hier bij ons, moet ik zeggen. Of is dat maar een indruk zo? Wat zou daar de reden van kunnen zijn, misschien? Ja, dat is moeilijk. Soms lijkt het, enfin, vele mensen denken, moet ik eerlijk zeggen, dat Esperanto in de Benelux zwaar achteruit gegaan is. Maar eigenlijk heeft dat puur te maken met een veranderende tijdsgeest. Hè. De lokale clubs, het clubleven is nu eenmaal... Alles gaat online. Alles zo, ja. Is online en zo. Ja, dus, ja, ja. En mensen, ja... Vooraleer dat mensen van achter hun tv naar een clublokaal gaan, dan moet het, ja, wat je aanbiedt, moet al indrukwekkend zijn, bij wijze van spreken. Er is enorm wat concurrentie natuurlijk. Ja, veel concurrentie, je kan heel veel doen en mensen zijn een beetje verwend en zo. Dus het traditionele clubleven gaat wel achteruit, maar anderzijds merken we toch wel dat er meer Esperanto-bijeenkomsten zijn. Er zijn meer deelnemers aan die bijeenkomsten. En de mensen die naar die bijeenkomsten gaan, spreken vlotter Esperanto dan 20 jaar geleden. Okay. Dat noem ik persoonlijk een groei. Hè? Ja, ja. Maar bijna niemand ziet dat op die manier. Dus iedereen zegt, ja, de clubs, als ik in mijn club, dat gaat van 15 man naar 14, naar 13. Maar in de realiteit, de mensen zijn er nog, maar ze komen niet meer naar de club, omdat ze vinden... Als ik bijvoorbeeld in Antwerpen woon, ik ben Esperantist, ik heb geen Esperanto geleerd om met iemand anders die ook in Antwerpen woont, Esperanto te spreken. Nee, die gaan naar Polen, die gaan naar Brazilië, die gaan, snap je, of online. Die gaan reizen. Of online. Dus heel vaak leren mensen tegenwoordig online Esperanto. Daarna beginnen ze te chatten online, vinden ze contacten. En op een gegeven moment is er toch die wens om... ook in het echt van mens tot mens met elkaar te spreken. En dan neemt men de trein, meestal, allez, mogelijk, hè, of het vliegtuig, maar wat te zeggen, neemt men de trein naar een bijeenkomst in Duitsland, waar men dan elkaar kan ontmoeten. Ja. En dus in het Oostblok gaat dat iets minder snel, die verandering, denk ik, naar internet. Die zijn nog meer met het leven bezig. Die zijn iets meer... traditioneel nog dan bij ons, ja. Het is natuurlijk wel een feit, het is niet omdat je een taal leert dat je daarom automatisch lid bent van een organisatie. Nee, en al maar Esperanto minder. Esperanto is in de eerste plaats een taal en niet echt een organisatie. Dus er zijn waarschijnlijk heel veel mensen die online via Duolingo of zo dat leren en dan zelf hun ding doen zonder per se lidgeld te betalen. Ja, er zijn heel veel mensen die daar jaren mee bezig zijn. Ja. Echt ook boeken kopen en dergelijke. Ik heb zelfs gehoord van mensen, jongeren, die vlot Esperanto spreken, dat helemaal op zichzelf hebben geleerd en dat hun ouders daar geen weet van hebben, bijvoorbeeld. Ze pakken daar helemaal niet mee uit. Mm-hmm. Dus ze, dat is echt heel opmerkelijk. Dat bestond niet toen, 30 jaar geleden. Dat was onmogelijk. Ik had dat nooit gehoord, maar tegenwoordig is dat zoiets... een beetje geheimzinnig of zo. En dan leert men dat. En dan ontmoet men elkaar. En dan is dat hun geheimtaal zo'n beetje. En spannend. En, Oké. Waarom niet? Goed. Misschien om af te sluiten. Dat congres. Ja, het is hier in Antwerpen. Maar waar precies? En, wacht, misschien een website meegeven of zo? De officiële opening is morgen. De officiële opening vindt plaats zondagochtend om 10 uur in Thomas More in de Kronenburgstraat. Aha. En het congres gaat een hele week door in Pulcinella, in de jeugdherberg van Antwerpen. Hmm. Ik denk dat Bogaardplein is. Ja. Ja. Dus daar is het meeste te doen. Woensdagavond is het een open avond op het Esperanto-centrum in Antwerpen. In de Lange Beeldekestraat. Daar is iedereen welkom die avond vanaf 8 uur. Ah, in elk geval bedankt Yves. En veel succes en veel plezier op dat congres. Dankjewel. Je hebt mij trouwens nog muziek aangeraden.
over treinen in Esperanto. Kaito, Locomotivo, Rulu, Nun. Oké, goed, dat doen we dan, hè. Zo, ik heb dan inderdaad nog één nummertje van Kaito. Locomotivo Rulu Nun. En daarmee kunnen we dan dit deel over Esperanto vandaag afsluiten. Het IFF-congres morgen begint dat. Ik ga dadelijk eens even kijken naar de website. Die wil ik nog wel even mee vermelden. Die ken ik niet van buiten. Die hebben we ook niet echt vermeld in het gesprek, bedenk ik mij nu net. Dat is dan voor service. Maar nu eerst dan nog om af te sluiten, om dit stuk af te sluiten, toch muziek nog van Kaito.